Goedendag, je kijkt naar de Weersverwachting van Weerplaatsen.nl. we beginnen vandaag met de situatie in Europa. Boven Scandinavië zien we een groot hoogdrukgebied liggen. Dat hoogdrukgebied zorgt daarvoor heel rustig weer. Maar zoals we ook zien, er zitten wat wolkenvelden boven Noorwegen en Zweden. Dus het is niet overal zonnig. Voor ons verder van belang is een lager drukgebied. Een lager drukgebied boven de oceaan. En een tweede lager drukgebied ligt in de buurt van Griekenland. En vooral in die hoek is het ook behoorlijk wisselvallig weer. Het lage drukgebied op de oceaan zorgt voor uh, niet al te veel slecht weer bij ons. En dan ligt er nog een hoge drukgebied bij de Azoren. En dit alles samen zorgt ervoor dat het bij ons eigenlijk heel rustig weer is. Want wij bevinden ons in een soort niemandsland. Een niemandsland waarbij het hoge drukgebied iets meer invloed heeft dan de lage drukgebieden. Daardoor waait de wind meestal uit het oosten. Maar die lage drukgebieden zijn dan toch wel weer sterk genoeg om hier en daar buien te laten ontstaan. Dat zien we ook als we de boel in beweging zetten, het hoge drukgebied boven Scandinavië neemt heel langzaam in kracht af. De luchtdruk daalt bij ons en daardoor kan vanmiddag en vanavond dus een enkele bui ontstaan. En als we dan langzaam verder bekijken en we kijken bijvoorbeeld naar de bewegende wolkenfoto's, dan zien we dat de bewolking vanuit het zuiden richting Nederland trekt. Aan de grond waait de wind wel uit het oosten, maar op enige hoogte in de atmosfeer waait de wind uit het zuiden. En het is vooral dit gebiedje boven Duitsland. Waar we op moeten letten. Daar gaan later vanmiddag en vanavond buien in ontstaan. En die buien die trekken dan over Nederland. Kunnen best wel weer pittige buien zijn op een enkele plek. Beetje vergelijkbaar met gisteren. Maar of het echt zo heftig wordt als bijvoorbeeld gisteren in Assen. Dat is nog maar de vraag. Hou de regenradar dus in de gaten. Hoe dan ook. Vanavond dus wisselend bewolkt. De zon schijnt nog van tijd tot tijd. Maar her en der ook een paar buien. En het kunnen dus forse buien zijn met onweer en hagel. Lokaal ook veel neerslag. Maar er zullen zeker ook vele regio's zijn die het helemaal droog houden. De temperatuur daalt in de loop van de avond en zo rond een uur of negen zijn dit de waarde 14 tot 17 graden. In de loop van de nacht trekken de meeste buien weg, dan kan er lokaal nog wat nevel of een mistbank ontstaan en de temperatuur daalt naar een graad of tien. Verder is er eigenlijk weinig aan de hand, rustige omstandigheden. Morgen krijgen we schitterend weer, de buien zijn weg. Dan windwaarde uit het oosten met windkracht 2A3 langs de kust, heel af en toe windkracht 4. En de temperatuur loopt flink op: 22 graden in de kustprovincies, 23 tot 25 graden in het binnenland. Het is lang droog, maar aan het einde van de middag en in de avond kan er vanuit België een enkel buitje richting Zeeland en Brabant en Limburg trekken. Maar dat zijn lokale buien, ook dan blijft het op de meeste plaatsen dus droog. Gaat u morgenavond barbecuen, houd dan vooral in het zuiden van het land toch even de lucht en ook de regenradar in de gaten. En dan het weer voor Koningsdag. Zaterdag begint het droog in een groot deel van het land, maar in het noordoosten kan een enkele bui vallen al. Later op de dag neemt de kans op buien weer toe en in het midden en zuiden van het land geldt dat pas voor de avonduren, dus tot de avond is het in een groot deel van het land droog. Weinig wind, 18 tot 20 graden, mij betreft prima weer. Zondag gaan er een paar buien vallen, maandag ook, en we zien de temperatuur langzaam dalen. Waar het vrijdag nog 22 tot 25 graden werd, wordt het maandag 14 tot 16 graden. En ook op de langere termijn komt de warme lucht niet snel terug, het kwik blijft dalen en zoals we gisteren ook al aangaven, halverwege volgende week ligt de temperatuur tussen de 10 en de 15 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.